Oké, dan, beste mensen, daar zijn we weer. En dit keer wilde ik met zwart-wit bezig, Oost-Indisch inkt, houtskool, noem maar op, acrylverf. Het is ook in zwart-wit natuurlijk te doen. Dekkend, maar ook gewoon transparant. Je ziet dit soort effecten, dat is een beetje aquarelachtige effecten. Die krijg je ook met Oost-Indisch inkt voor elkaar als je bijvoorbeeld nat en nat werkt. Dus stel voor dat je hier een plek nat maakt en je gaat daar in druppen. Een beetje met wat donkerder inkt, dan krijg je dat die pigmenten zeg maar naar de rand toe kruipen. En dan krijg je dit soort effecten. Nou, je ziet het spetteren, weet ik wat allemaal. Maar natuurlijk wel even een goede voorschets maken voordat je zoiets als dit doet. Dus ik zou zelf, denk ik toch wel even een potloodlijntje zetten. En dat kun je later altijd weer weggummen. Nou, hier eigenlijk alleen maar spelen met het silhouet. En wat daar dan binnenin gebeurt. Ik denk dat je hier misschien wel een schabloontje zelfs even van moet maken. Want dan kun je nog net ietsje vrijer, wel wat werk natuurlijk. En dan leg je het gewoon neer en dan begin je te experimenteren. Ook hier zie je weer die aquarel effecten. Het is natuurlijk niet zwart-wit, maar je zou ook monotoom kunnen gaan werken. Hier nog wel, het is trouwens allemaal dieren, maar dat wou ik dus niet gaan doen zelf nu. Nou, weer allemaal effecten die hier zeg maar het silhouet enigszins ook veroveren. Dus je zou hier bijvoorbeeld ook weer het silhouet van een dier, een mens, een portret, noem maar op, kunnen doen. En daarna met wit het weer wat terugschilderen, dekkend wit. En daarna dan die aquarel effectjes eroverheen laten. Je kunt het ook uitsparen natuurlijk. Ik denk dat ik een portret ga doen op een wat vrijere manier. Dit is inderdaad vanuit krassen opgebouwd. Hier heb je natuurlijk wel de nodige kennis voor nodig, waar wat ongeveer komt. Dus ook hier denk ik dat het handig is om in ieder geval een soort voorstudie te maken. Of om in ieder geval het portret even enigszins voor te tekenen. Dan moet je natuurlijk niet gaan inkleuren, want je ziet hoe los die lijnvoering is. Hier iets minder hard, dit is bijna alleen maar met lijnen. Hier zie je nog wat softe, mooie grijswaardes die er nog in gelaten zijn. Maar ook wel het hele mooie, harde donkere en het wit van het papier natuurlijk. Hier zie je als het goed is een meisje met een jurk van de achterkant. Dat is helemaal ook in silhouetten opgebouwd. Maar je ziet ook wel weer die vrije expressie van het inkt gebeuren wat er dan in... Oh, daar gaat een petroleumkachel die eventjes weer bijgevuld moet worden. Het gaat hard hier. Je kunt ook richting abstrahering gaan. En dat zijn dit soort dingetjes. Ook hier denk ik misschien even van tevoren een aantal onderwerpjes die je erin wil gaan plaatsen. Voorbereiden door er even schetsjes van te maken en misschien zelfs wel een ontwerpje. Of je moet inderdaad je al zo vrij voelen dat je dit in één keer kan ontwerpen. Ja, al doende. Dat zijn ook bepaalde mensen die dat al in zich hebben. Het zijn nog allemaal even wat dieren. Een beetje weer dat experimentele, weer dat silhouet. Ik ga er even nu wat sneller doorheen. Ook hier weer dat mooie, lossige van het aquarelachtige effect wat je ook met inkt dus voor elkaar kunt krijgen. Je kunt uiteraard ook met zwart-wit. Leent zich natuurlijk prachtig om abstracte beelden te maken of schilderijen. Vaak wordt dat wel vooraf gegaan, ook weer door te experimenteren. Dus dat is ook een mogelijkheid om even lekker wat manieren van hoe je inkt kunt benaderen. En dat dan in een aantal kleine schilderijtjes achter elkaar te experimenteren. Met afplakken, met tamponeren, met het druipen misschien wel. Met spetteren, met grijswaardes, noem maar op. Je kunt iets meer doorwerken, want dit is allemaal eigenlijk best wel puur de inkt. En bij deze zie je dat het door is gewerkt, dat er weer overheen is geglaceerd, dat er een laag onder zit, zoals hier. Ja, dat is al een bewerkt schilderij, dat is niet een wit blanco papiertje wat eronder ligt. Dus daar zitten al structuren en gelaagdheid onder. Ook hier, juist die gelaagdheid maakt wat mij betreft dit werk gewoon prachtig. Dan krijg je dus een hele andere manier van met witten omgaan. Omdat het wit wat je aanbrengt met acrylverf toch net een andere tonale waarde heeft als dat het wit van het papier. Dus dit is echt het wit, bij wijze van het papier. En dit is het wit wat een beetje blauwachtig wordt, wat ook wat beigeachtig wordt van als je dekkend bezig gaat. Nog even wat abstracte dingen. Ik was van plan om dit deze week te doen. Wat ik nu laat zien, dat zijn eigenlijk soort silhouetten van bergen. En dan naar achteren toe, van achteren naar voren toe opbouwen. Maar ik denk toch dat ik een portret ga doen. En dat dit dan misschien volgende week, of kijk even hoe ik dat ga doen. Dat zijn dus dit soort foto's. En dan reageer je van achteren naar voren toe met steeds oplopende toonwaardes. Donkeren zeg maar, naar voren toe. En daar gebruik je dus dit soort foto's van als voorbeeld. En dan zoek ik op Fogy Mountains.
Dus de mistige mountains. Ik zoek vaak op de Engelse term. Nou, ik ga er even snel doorheen. Dit soort foto's krijg je dan allemaal. Ik zal iets minder snel doorheen gaan, want dan denk je van, wat is dit voor een geflits? Nou goed, als je op black-white fotografie zoekt, dan krijg je dus ja, prachtige, ook ja, goed in HD, goede foto's. Die, zonder ja, copyright, tenminste, ja, ik hoef ze niet te kopen. Waar je ook echt goed kan inzoomen. Ik zou goed letten op de lichten en donkeren. Dat gebeurt natuurlijk bij zwart-wit fotografie vaak al wel. Dat het dus ja, een mooie tonale afbeelding is. Dus echt goed als je door je ogen heen kijkt. Zie je echt dat, die oogkassen goed donker. De onderkant van de neus zie je goed donker. Bovenlip, onder de onderlip, onder de kin enzovoort. Dat heeft met die afdakjes weer te maken. Ook bijvoorbeeld zo'n gezicht losweken van de achtergrond. Dat zie je hier dat dat echt even goed donker wordt neergezet. Nou, ga er even snel heen, anders duurt het allemaal zo lang. Nou, ik heb zelf, ik denk dat ik deze ga doen, waarin echt het licht van die kant komt en dat deze kant helemaal donker is. Je kunt ook zelf, nou, bijvoorbeeld een afbeelding die kleur is, zwart-wit maken. Ik zal hem maar even zo houden. En daar een bewerking op doen. Dat leg ik ook wel even uit welke apps je daarvoor kunt gebruiken. Ja, dit is eigenlijk gewoon ja, een soort vernietiging, zeg maar. Maar ja, het kan je wel weer inspireren om er wat anders mee te doen dan alleen maar het naschilderen. En je kunt er zelfs ja, vlekken in aanbrengen in het portret. Nou, oké dan, dan gaan we beginnen.